Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Oh yes I know, oh yes I know. Volgen dat je mooi wilt. Ja? Over de zee, met de golf op weg naar Paulus. En we reden net achter een vrachtwagen, wordt opgericht. Maar veilig, niemand heeft gebeurd. En de politieagent zag dat, die gaat ook op drone licht. Die gaat er even werk van maken. We filmen het vanuit deze auto. En we gaan er eens op even af. Het ziet er uit dat Paulus het gaat lukken dan. Want de auto heeft een verhaal. Goedendag meneer. Goedendag. Dat gaat niet opschieten zo. Enig idee waarom ik daar doorheen rijd? Sorry? Heeft u enig idee waarom ik daar doorheen rijd als het veilig is? Nee, dat was niet de vraag. Nou, ik stel me niet. Ja, zij filmt het hoor. Laten we, neem het goed op. Ik heb het nog interessant. Ik vraag enig idee waarom ik aan de kant zet. Ik heb wel enig idee waarom u hier bent en wat u hier doet en zo. Heeft u dat zelf ook? Weet u ook karma? Weet u oorzaak en gevolg? Weet u waar we hier beland zijn? Naar? Heeft u een rijbewijs bij u? Ik heb een rijbewijs bij me. Dat zou ik graag willen zien. Heb jij er eentje bij je? Scooter. Dat is ook goed, we willen rijbewijs zien. Ik denk dat ik... Dat is een rijbewijs. Dat is een mooie. Dit is een rijbewijs wat we bij ons hebben. Nou, uw rijbewijs. Uw rijbewijs. Mijn rijbewijs. Ja. Oh, ja, maar dat vraagt u niet. Dit is... Of ik die ook bij me heb? Ja. Ja, die heb ik bij me. Die wil ik graag lezen. Ja. Nu. Niet zo moeilijk doen. Ja, wacht even. U wil dat wel, maar wil ik dat ook? En waarom... Nou, dat is niet de vraag of u dat wil. Voor u niet, maar voor mij wel. Dus u kunt het moeilijk doen. Ja. Ik wil graag inzage in uw rijbewijs. Anders een ander identiteitsbewijs. Ja. Doet u dat niet, dan hou ik u sowieso aan. Dus dan weet u het. En doe ik dat wel, dan laat u ons sowieso verder rijden. Want er is een uitreiking van een examen. Sorry? Er is een uitreiking van een examen. Ja. Waar we naartoe gaan. Dus als u ons toch niet verder laat rijden, hoeven we dat ook niet ons daar druk over te maken. Dan gaan we een ander programma doen. Ten eerste werkt dat niet zo. En ten tweede, u zorgt onnodig voor lang oponthoud. Dus als dat geven, kan ook wederzijds gezegd worden als wij onderweg zijn daar naartoe. Dat u zorgt voor oponthoud. Wie zorgt nu voor wie, meneer? Nou, het is heel simpel. Ik hou me bezig met toezicht op de verkeersveiligheid. Ik ook. En op de veiligheid van Mahabharata. Ik ben volgens mij geen toezichthouder op de verkeersveiligheid. Ik ben zelfs toezichthouder op dit rijbewijs. Ik ben toezichthouder op deze enclave die ze Nederland noemen. Ik ben toezichthouder op u. U bent mijn trustee. Ik heb kennis van de wetgeving, maar
Werkbewijs dient u af te geven en anders een andere identiteitsbewijs. Ik dien dat af te geven. Ja, mag ik weten wie u bent om te beginnen? Er zit weinig keuze in. Nou, dat weet u nog niet helemaal. Nou, maar, dat weet ik zeker. Oh nee, ik heb mijn vrije keuze. Dus die keuze hebben we sowieso. Mag ik maar, hieruit opnemen? Mag ik? Nee, dat, ik, doet, ik wil, dan, nee, dat zeg ik niet. Kijk eens, ik heb hem al een beetje in de buurt. Nee, maar mag ik weten wie u bent? U nee, u moet eerst vertellen wie u bent. Uw identificatie. Ten eerste moet ik dat niet. Oh. En ten tweede. Dan hoe weet ik dan dat u een echte toezichthouder bent? Nou, ik zie uw rijbewijs. Ja, oké. Okay. Ik wil graag even inzien. Mag ik uw identiteitsbewijs zien? Wilt u het echt zo gaan spelen? Nou, u wilt dit zo spelen, toch meneer? Ik weet niet eens wie u bent. Dat doet niet de zaken. Nou, en of doet dat de zaken? Ja, nou, dan geeft u eerst uw verhaal, dan leggen wij dat vast. U geeft mij nu rijbewijs, anders hou ik u aan. Meneer, dat heeft u toch al gedaan? U heeft me hier toch... Ik hou niet staande. Dat is een heel groot verschil. Ik zit, maar ik wil wel even voor u gaan staan. Dat is ook helemaal geen punt. He, dat... Twee voeten staan, prima. Ja, nee, maar even zonder iets. Als u denkt dat het uitmaakt... Als het uitmaakt dat u uw identiteitsbewijs ermee laat zien, of uw legitimatie, dat is vol. Dat is toch zoals het hoort? Nou, ik heb hier dus mijn ding bij de hand. Die meneer die... heeft een ander plan. Hé, hey, stop hem eens weg. Mag ik die van jou? Stop hem even weg. Mag ik die van jou erin? Oké. Okay. Het gebeurt dan. Hier hebben we Mahabharata. In Mahabharata hebben we deze enclave die heet Nederland. Nederland heeft zijn eigen toezichthouders. Maar wij hebben de toezichthouders op Mahabharata. Ik ben een toezichthouder op Mahabharata. Iedereen kan dat zijn. Meneer denkt dat wij moeten doen wat hij wil. Ik denk dat dat niet zo is. Ik wil best met hem meedenken. Want we hebben de religie, de geloven van Mahabharatanen. En die zegt dat we alle andere geloven, alle dharma's respecteren. Iedereen is een dharma. Dit is het dharma en van het geloof van die enclave Nederland. Maar ook... van die politie. Want die politieagent moet zijn politievak doen in die enclave Nederland. Maar we hebben het over een exclave. Dat moet deze meneer gaan leren. Dus kennelijk is deze zaak daarvoor gecreëerd. Om dat zo te doen en zo te maken. Hij houdt toezicht op het verkeer. Ik houd toezicht op hem. Dat is een gelijkwaardige situatie. Zijn nummer is 55MFBR. Maar wie de meneer is, heeft hij nog niet verteld. Het kan duidelijk zijn op deze film. Hij draait, hè? Kijk eens even of de nummertjes draaien. Ja. Oké. Okay. Het kan duidelijk zijn op deze film. Dat... meneer niet heeft gedaan wat hij moet doen. En dat is zich legitimeren en identificeren. Voordat ik iets hoef in hun land. Want dat zijn gewoon de dharmische regels. Van die enclave Nederland. Nou, laat u zien wie u bent. Je nou, u mag zelf kiezen welke weg u bewandelt. Nou, ik creëer hem samen, maar ik hoop u een uitweg te bieden. Ik zal in ieder geval mijn gedeelte van de monoloog beginnen. Ja, akkoord. Dat mag u best opnemen. Dat doen we sowieso. Uw voertuig staat al sinds... december als niet verzekerd in onze systemen. Dat kan, dat is het systeem van de enclave Nederland. De wet verplicht een verzekering, die heeft in u niet. De enclave Nederland wel, dus, maar in Mahabharata niet. Mahabharata. Maar helaas doe ik daar geen toezicht voor u. En dit is Nederland, dus ik handhaaf de wetten die hier gelden. Dat is uw werk in Nederland. Dat betekent dat u niet verder kan rijden. En dat betekent ook dat u daar een bekeuring voor krijgt. En dat betekent automatisch dat u uw rijbewijs ter inzage moet afgeven. Doet u dat niet, dan kan dat. Dan hou ik u aan. Dan gaan we naar het bureau. En krijgt u de bekeuring alsnog. Ja. Dus uw keuze. Nou, mag ik achterop? Heeft u een helm bij u? Sorry?
Mag ik achterop? Echt geen probleem meer. Dat is geen enkel probleem. Nee. Kijk, als ik niet meer met u mee mag rijden naar het politiebureau, dan moet ik toch achterop kunnen. Ik vind het ook geen probleem. Ik heb trouwens mijn motorrijbewijs ook in Nederland, hoor. Dus dat is geen punt. Ja, maar dat... Maar dan moet u natuurlijk niet eerst vorderen, hè? Want dat schiet niet op. Dat is niet, ten eerste niet verkeersveilig. En ten tweede neem mij nooit een arrestant op de motor. Een arrestant. Meneer, ik ben uw toezichthouder. U bent mijn trustee. Hè? Dus draai de zaken niet om. Oké. Okay. Goed, ik ga met u mee. Ik kan niet duidelijker zijn dan... Waar zetten we die auto veilig neer? Achteruit rijden? Ja? Ruimte zat. Vinden zij dat goed hè? Bij Rijkswaterstaat? Ik rij hem even achteruit. Nou, ja. Nee, zonder de motor te starten. Gewoon even achteruit laten zakken. Ja? Jij filmt? Prima, wat je wilt. Klein beetje duwen. Zo. Dan weet ik nog steeds niet wie u bent. Dat heb ik net gezegd, maar wij vervoeren alleen de arrestant. Dus dan weet u dat. Dat is goed. En in dit geval bent u dat. Ja? Nee, dat ben ik niet. Dat maakt u van mij. Dat probeert u van mij te maken, maar dat zal ik niet zijn. En er is geen enkele reden, hoor, mooi die bril. U bent aangehouden, dat mogen duidelijk zijn. En als dat nog niet duidelijk was, is dat niet zo. Dan krijgt u meteen rechten. Oh ja. Dus dat moet ik u ook. Dus dat voor het eerst in dit land, hè, dat iemand rechten krijgt. U hoeft niet te antwoorden op de vragen die ik u stel. En u hebt recht op rechtsbijstand. Dan mag u even over nadenken. Nou nee, het is allemaal goed, meneer. Oké. Okay. Maar weet u, wat heb je aan rechtsbijstand als je geen rechters hebt die onpartijdig zijn? Hè? Wat heb je aan rechten als ik die door mensen gemaakt worden? Ik streng me nog wel in twijfel trek. Dat mag. Alleen ik doe daar weinig mee. Ik weet het. Uw dharma is om... toezicht te houden in de enclave die ze staat in Nederland noemen. Jij de camera? Ja? Freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know.